Hoe Jezus de vreugde najaagde. 24 september. Houd je ogen gericht op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hebreeën 12, vers 2. Is het voorbeeld dat Jezus ons naliet in tegenspraak met het principe van het christelijke hedonisme? Ik doel op het principe dat het volgen van het pad van de liefde vreugde geeft en we om die reden die weg moeten gaan, zodat we de Almachtige niet met tegenzin gehoorzamen of zuchten onder het voorrecht dat we genade mogen doorgeven aan anderen of niet hoog opgeven van de beloning die ons in het vooruitzicht gesteld is. Uit Hebreeën 12 vers 2 blijkt vrij duidelijk dat Jezus dit principe niet tegenspreekt. Het grootste wat ooit uit liefde werd gedaan, was mogelijk omdat Jezus jaagde naar de grootst denkbare vreugde. Namelijk de vreugde om aan Gods rechterhand verhoogd te worden in de aanwezigheid van zijn verloste volk. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen. Hiermee voegt de schrijver een voorbeeld toe aan de rij geloofshelden uit Hebreeën 11. Die allemaal zo vol vertrouwen uitzagen naar de vreugde die God geven zou. Dat ze het tijdelijke genot van de zonde, Hebreeën 11 vers 25, afwezen en liever slecht behandeld werden, zodat hun leven in lijn zou zijn met Gods wil. Het is dus niet onbijbels om te zeggen dat de hoop op de vreugde na het kruis Christus door de donkere uren van Gethsemane heen heeft geholpen. Dit doet niets af aan de waarheid en de diepte van zijn liefde voor ons. Want de vreugde waarop hij hoopte, was de vreugde om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen. Hebreeën 2 vers 10. Zijn vreugde ligt in onze verlossing, die strekt tot eer van God. Het idee om het kruis op te geven en daarmee ook ons en zijn gehoorzaamheid aan de wil van zijn Vader, was voor Christus zo afschrikwekkend dat hij het resoluut van de hand wees en de dood met open armen tegemoet ging. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde, een dagboek van John Piper door Geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.